Ja, ik denk inderdaad dat we nu vrienden voor het leven zijn en dat we nog altijd bij samen gaan blijven. Dat is wel dankzij het jaartal leven in Leuven. Het jaartal leven in Leuven is een traditie die al meer dan 100 jaar bestaat. Het is eigenlijk een unieke vorm van verenigingsleven, waarbij mannen zich rond hun 40ste samen verenigen in een vriendengroep om zo samen activiteiten te organiseren en samen hun 50ste verjaardag te vieren. Er zijn sinds enkele jaren ook vrouwen van het jaar, maar dat is pas sinds 2018. Maar er was al langer een vrouwenfiguur aanwezig in het jaartallenleven en dat was de marijne, een soort van meterfiguur eigenlijk die de mannen bijstond in hun werking. Een stokje over te geven doet enerzijds een beetje pijn, omdat het 10 jaar is heel rap gegaan. Wij voelen ons nog heel actief in een fleur van ons leven. Het klinkt een beetje raar dat wij afscheid moeten nemen van het actieve jaartal. Leven, ik denk dat wij nog altijd actief zullen blijven. Maar uiteraard gunnen wij de mannen van 82 ook dezelfde ervaring die wij meegemaakt hebben de laatste 10 jaar. Wij kwamen pas piepen, of wij komen nog altijd pas piepen. En dan waren er de mannen van 1972, de Abrahammen, om ons eigenlijk op te vangen en te gidsen en uitleggen, ja kijk, dat moet je zo doen en we raden aan om dat te doen. Dus ja, het is veel meer dan gewoon, hallo, wij zijn 10 jaar ouder. Ze zijn echt wel, ja, onze Peters ook. En ze vervullen die rol ook met verven, dus ja, we zijn er heel blij mee. De vrouwenbeweging binnen het jaartallenleven is ontstaan dankzij een mannenjaar. De mannen van 1978 hebben een oproep gedaan en vrouwen van 78 en 79 al meteen opgeroepen om zich te verenigen. Wij kunnen eind deze maand gaan wij het 6e vrouwelijke jaartal oprichten. Dan, ze hebben allemaal, alle vrouwen uit Groot-Leuven, een uitnodiging gekregen. Zij die geboren zijn in 1983 om het 6e vrouwelijke jaartal te starten. Dus wij hopen en we zijn ook heel gedreven om dat eigenlijk verder uit te bouwen. UNESCO is denk, ja, geeft toch heel veel extra cachet. Als je dat kan zeggen en als je weet van oké, het is niet zomaar iets hier in Leuven, maar er is die erkenning van UNESCO als werelderfgoed. Dat maakt het toch extra speciaal. En ik moet toegeven dat ik zelf al, als ik aan mensen die me vragen, ja, wat is dat juist, mannen van, ga ik er altijd wel even bij zeggen, ah, en by the way, het is ook UNESCO werelderfgoed. Oh, echt? Dus ik vind het wel extra speciaal en nogmaals, ik kom er graag vooruit.